Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. Het is nu eerste kerstdag. 10 uur is al een tijd geweest. En het is tijd om eindelijk mijn Secret Elf Surprise uit te pakken. De laatste keer dat ik hier aan mee heb gedaan was 2 jaar geleden. En ik geloof dat de samenstelling nu de groep ook weer heel divers was. En ik geloof dat er ook mensen waren tussen zaten die voor de eerste keer meededen. Ik moet zeggen dat mijn pakje bijna weer teruggestuurd werd. Heb ik het idee. Want ik kreeg gelukkig wel een trek- en tracecode. En ik dacht op een gegeven moment van waarom is die nog niet bezorgd? Dus toen ging ik kijken een paar dagen later. En blijkbaar was die bijna ophaalpunt bezorgd. Maar ik heb een beetje gezien dat dat dit jaar bij meerdere mensen missen gegaan. Of op die manier missen gegaan. Op een andere manier missen gegaan. Maar goed. Voordat het teruggestuurd werd heb ik hem in ieder geval gelukkig kunnen uitpakken. Of kunnen ophalen. Ik vind echt, dit is echt super mooi ingepakt. Dit is heel chic. Dus dit begint goed. Laten we snel kijken wat er allemaal in zit. Het zit in ieder geval heel goed ingepakt. Oh, hoe leuk is dit? Kijk dan. Ik moet tussendoor ook foto's maken voor het verslag voor Secret Elf Surprise op de Instagram. Dit is echt te cute. Kijk dan. Kijk hoe vrolijk dit is. Allemaal vrolijke kleurtjes. Echt super leuk. Oh, ik word hier echt zo blij van. Oké, waar kan ik mee beginnen? Ik weet het niet. Ik begin maar gewoon met de eerste. Oké, wat heb ik gewenst? Oh, wacht. Nee. Ik begin hier helemaal niet mee. Ik begin eerst met mijn kaartje. Oké, ik ga eerst beginnen met... Nee, ik ga gewoon beginnen met het kaartje. Lekker chaotisch. Hoi Stasia. Hier je lang verwachte 11-ster pakket. Wat was het lastig? Je zit zo aan de 15 euro. Daar ben ik echt helemaal mee eens. Ik heb mijn best gedaan om er een leuk pakketje van te maken. Met iets om het nieuwe jaar in te blazen. Een spel waar je herinneringen van kan maken. Iets lekkers. Heel veel plezier met het uitpakken. En wens je vanaf hier hele fijne feestdagen. En een prachtig 2023. Liefst Ilse. Ah, superleuk. Dankjewel lieve Ilse. Echt super, super, super leuk. Kijk dan. Oké, super lief kaartje. Ik vind het ook echt eigenlijk wel wat hebben gewoon dat dit niks met kerst te maken heeft. Maar oh, het is zo vrolijk. Ik word er echt helemaal blij van. Maar goed, ik wilde zeggen van wat heb ik eigenlijk gewenst? Ik heb heerlijk gezegd, ik ben gewoon dit jaar gewoon heel erg op mezelf gericht geweest. Bij het samenstellen van het lijstje. Want ik dacht, mijn kinderen, gisteravond zeg maar, met kerstavond zijn ze echt bizar gewend. Maar goed, dus ik dacht, ik wil gewoon dingetjes die ik persoonlijk leuk vind. Ik bedoel, dat kan denk ik ook geen kwaad. Ik heb echt van alles gewenst. Ik denk misschien dat als jullie vaak mijn kanaal volgen, dan weten jullie, kunt je misschien ongeveer raden. Maar goed, ik begin dus met het eerste pakje. Ik kan gewoon niet wachten, jongens. Het zit er zo gezellig uit allemaal. Oh, wat gezellig. Van die roltongen. Oh, dit is leuk. Ja, dat gaan de kinderen ook echt helemaal leuk vinden. Oh, dat vind ik leuk. Echt super random, maar echt super gezellig. En ook echt ook weer hele chique kleurtjes. Ja, echt super leuk. Oké, dat is een succes. Dan ga ik weer zo'n vrolijk kerstballenpakje pakken. Oké, echt geen idee. Twin markers, stackable storage. Weet je wat ik het leukst vind? Dit soort dingen heb ik helemaal niet op mijn lijstje gezet. Maar ik vind het echt, ik vind het zo knap. En dat vind ik eigenlijk ook het allerleukste. Als mensen gewoon op basis van je lijstje toch een inschatting kunnen maken van wat je leuk zou kunnen vinden. En dat is tot nu toe echt heel erg leuk. Aan de ene kant zit er kwastje. Aan de andere kant zo'n fijn tip. Echt, hoe leuk is dit? Daar kan je echt van alles mee. En dat is zo'n alcohol-based markers. Dus daar kan je ook bijvoorbeeld op plastic zakken en zo beschrijven. Weet ik toevallig. Maar de kinderen die gaan het ook echt super leuk vinden. Dus dit gaat helemaal goed komen. Oké, deze. Ik heb een vermoeden op basis van deze vorm wat het zou kunnen zijn. Ja, yeah, hoe leuk. Rustieke kaars kan ik namelijk altijd wel gebruiken. En ik kreeg wel een paar geheime vragen. Eigenlijk best veel geheime vragen. Dat was ook heel erg leuk. Onder andere wat mijn favoriete kleur is. En eigenlijk zijn mijn favoriete kleuren een beetje van die herfstkleur. Een beetje van die roestbruine, zeg maar donkergroene, gele kleuren. Dus ik vind het echt heel erg leuk. Van die warme kleuren komen ook echt terug in onze woonkamer. Dus dit gaat helemaal goed komen. Oké. Ik ben een zoete kou, maar ook echt enorm. Ik hou van alles zoet, chocola. Vooral gevulde chocola. Dat is echt één grote zwakte. Kijk dan, hoe lekker is dit? Oh, Milk and Thyme. Maar ook echt van dit vorm. Kijk dan. Oh, het ziet er zo lekker uit. Heerlijk. Dit gaat helemaal goed komen. Ik hoop niet dat het al te snel op zal gaan, maar ik kan niks beloven.
een klein cadeautje. Ja, nog een kaarsje. Hoe leuk is dit? Hoe cute is deze? Kijk dan. Ik hou ervan. Dit gaat helemaal goed komen. En nog een kaarsje. Ik vind het sowieso zo cute dat eigenlijk best wel vreemde mensen dan jou als persoon proberen in te schatten en dan gewoon voor je aan de slag gaan ofzo. Ik weet niet. Sowieso het hele idee van Secret Elf vind ik daar echt super leuk. Maar kijk dan hoe leuk dit bij elkaar staat. Even serieus jongens. Dit vind ik chic. Vind ik leuk. Helemaal mijn ding. Ook echt. Ja, hier word ik blij van. Een grote. Dit is super goed ingepakt. Oh, dit is leuk. Ja, dit is leuk. Ik heb ze gezien, maar ik heb er bewust eigenlijk op een of andere manier niet één gekocht. Geen idee. Maar deze gaat zeker op kersttafel deze dagen. Hoe leuk is dit schaaltje? I love it. Echt super gezellig. Echt heel erg leuk. Het volgende vakje. Er komt geen einde aan. Hoe leuk is dit echt? En wat dat betreft was mijn lijstje misschien niet zo heel makkelijk, denk ik. Want ik weet, zelfs mijn eigen loodje, die had er echt een soort van thema's in gezet. Zo van, één kind houdt daarvan, de andere kind houdt daarvan. Ik zelf houd daarvan. Dus zeg maar met dat soort thema, een beetje algemene dingen. Ik weet het, is veel makkelijk om te shoppen. Dus daarom vind ik het extra knap dat Ilse dit allemaal heeft gevonden. De stacking game. Een soort, ja dat is leuk. Oh ja, dat gaan de kinderen ook wel leuk vinden. Maar dit is voor volwassenen natuurlijk ook net zo leuk. Dit is echt een leuk spelletje inderdaad. We hebben een soort, we houden sowieso van spelletjes. We hebben een soort van dit, maar dan groter. En daardoor is dit echt veel onhandiger. Maar dit is echt veel handiger lijkt het me. Ja, ik denk dat iedereen hier blij mee gaat zijn. En sowieso echt die week tussen kerst en nu. Ik weet dat deze video net daarna komt. Maar de week tussen kerst en nu. We houden ervan gewoon lekker knus thuis. Allemaal spelletjes te doen en zo. Gewoon een beetje echt genieten van lekker vrij zijn. En lekker bij elkaar zijn. Dus gaat helemaal goed komen. Het laatste cadeau. Oeh, geurstokjes. Echt super leuk. Ja, ik hou ervan. Hier zit zo'n sticker op. En dan kan je hem ruiken. Oh, deze ruikt echt heel lekker. Volgens mij is die een beetje bloemig of zo, als ik me niet vergis. Ja, met een heel klein zuurtje erin, maar echt heel erg lekker. Kijk dan. Hoe mooi. Ik bedoel, wie houdt er niet van? Super, super leuk. Ik echt, dit is een en al gezelligheid. Echt zo'n typisch kerstcadeau. Echt ontzettend bedankt, Ilse. Dit is echt, ik word hier echt zo ontzettend blij van. En nogmaals, het gaat me vooral om de moeite die iemand voor je neemt. En dat vind ik echt te gezellig dit. Gewoon echt te leuk. Dat was het. Dat was mijn Secret Elf surprise van dit jaar. Als je benieuwd bent wie mijn loodje was. Ik zal de Instagram handle van Secret Elf surprise hieronder laten. En dan kan je ook zien waarschijnlijk tussen al die posts wie dat was. En wat ik heb gegeven en zo. Maar goed. Ik ga nu afsluiten. Ik ga verder lekker van de eerste kerstdag genieten. Want zoals jullie weten is mijn oudste vandaag ook nog eens jarig. Dus leuk zo'n kerstkindje. En we gaan zo lekker naar het circus. En gewoon lekker genieten van alle gezelligheid. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zoals altijd, mocht je deze video leuk hebben gevonden, doe alsjeblieft een duimpje omhoog voordat je weggaat. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe het alsjeblieft hieronder. Dat zou ik echt heel erg gezellig vinden. En als je het notificatiebeltje aanzet, word je door YouTube geïnformeerd wanneer ik de volgende keer geüpload heb. Als het goed is ben ik er gewoon volgende week zondag om 8 uur. En dan hoop ik dat je weer gaat kijken. Tot dan! Doei!